FIFA 21 Ultimate Team. Alle nieuwe features, alle nieuwe icons. We gaan het in deze video zo snel mogelijk bespreken. Ik hoop dat jij zin hebt in deze video. Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Dat zou ik echt leuk vinden. Laat toch meer dan 1000 likes halen. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan vooral. Misschien halen we ooit 101.000 abonnees. Maar goed, ik ben veel te gehyped. Laten we maar snel beginnen met het bespreken. Om te beginnen van de nieuwe icons. De Icon Club. De 100 Icon Club. Dit jaar zijn er 100 icons. Laat dat duidelijk zijn. Nou, buiten alle icons die we al hadden, zijn er een paar icons toegevoegd. Eigenlijk is er maar... Ja, een aantal zijn heel erg fit. Ja, weet je. Ik laat ze gewoon allemaal tegelijk zien. Kijk. Cantona, Cech en Xavi wisten we in principe al allemaal. Het nadeel is dat er geen enkele Nederlander is toegevoegd. Wel zijn een aantal best wel vet. En vind ik vooral Puskas heel vet. En Philip Lahm en Torres daarnaast ook wel eigenlijk. Ja, het zijn niet echt de allerbeste icons, denk ik. Het zijn, en dat zag ik iemand anders ook zeggen, het zijn vooral icons die wij allemaal nog wel hebben zien spelen in de afgelopen 10 jaar. Behalve dan Suker, Puskas. En Cantona ook niet trouwens. Maar voor de rest zijn het allemaal best wel recente icons, hè. Nou, dat is apart. Op zich. Maar voor de rest weten we nog niks over, ja, de ratings van alle icons of die vervangen worden. Maar dit zijn in ieder geval de nieuwe icons. Daarnaast is er een nieuwe trailer uitgekomen. Waar natuurlijk de rest van het nieuws, zoals ieder jaar er wel is, die je nu op de achtergrond ziet, is gekomen. En als ik eerlijk ben, is het, het ziet er allemaal weer heel mooi uit. Hè? Dat is EA ieder jaar. De game ziet er echt fucking mooi uit. Maar... echt nieuwe dingen in Ultimate Team? Nee. Kijk, we weten dus al FUT Co-op. Daar ga ik heel kort doorheen, want dat weten we allemaal al. Dat komt dus. En op FUT Co-op kan je met vrienden samen spelen. Kan je met vrienden samen objectives halen. Nou ja, allemaal leuk en aardig. Maar uiteindelijk is het niet hetgene wat je heel veel zal spelen. Maar toch is het wel vet. FUT speelt heel erg in op de customization. En echt het eigen maken van een bepaald... ja, van jouw team, van jouw Ultimate Team. En dat willen ze dit jaar denk ik vooral doen door je eigen stadion een soort van te kunnen maken. Iets waar mensen best wel vaak om hebben gevraagd. En het kan dit jaar in een soort van mate kan het wel. Maar je kan de kleur van je stadion aanpassen, de tyfos zoals altijd ieder jaar ook kan. En ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat je zelfs de lijnen van het veld kan aanpassen. Ja, zelfs dat kan je doen, de netten van de doelen. Je kan echt alles zo wat aanpassen. Zelfs de kleuren van de zitjes waar de mensen op zitten in de stadions. En het liedje dat je hoort als spelers het veld opkomen. Echt de kleinste dingen kan je nu aanpassen. Daarna zie je ook iets heel vets nu in beeld. Met de Goat Statue. Die je kan neerzetten in de hoek van het stadion. Dat is wel echt een pronkstuk om te hebben in jouw Ultimate Team. Op zich is dat wel vet. Op zich is dat wel vet. Daarnaast is er nog iets wat EA misschien nog een beetje beter moet toelichten. Dat zijn de meaningful moments. Ja, ze laten een voorbeeld zien dat Trent Alexander-Arnold een vrije trap scoort. En dat daar als een free kick accuracy omhoog gaat. Ik denk dat dat dan alleen maar in die bepaalde pot is. Dus dat die alleen maar die 90 minuten dan beter is. En ik denk niet dat het zeg maar... Of ik begrijp het... Wacht. Nee, het is zeg maar zoals een speler in het echt en real world matches bepaalde stats beter hebben dan dat ze dat daadwerkelijk doen. Dus als ze een heel mooie vrije trap scoren, dan worden die in de game geloof ik ook beter. Zo moet je het zien. Hoe dit precies gaat werken, op welke kaarten dit is, dat weet ik niet zeker. Maar dan moeten we gewoon afwachten en kijken, want je weet het nu nog niet. Ik denk ook wel een van de grootste dingen buiten de customization shit om is FUT Events. Je ziet hier nog een paar foto's en filmpjes van het menu. Het ziet er best wel mooi uit, zoals ieder jaar eigenlijk wel. Maar ja, het is wel wat anders. En dat is fijn. Het is echt een hele update van het menu. En dat is wel fijn. Toch vind ik wel. Het is niet meer zoals de afgelopen 10 jaar. Het is weer... ja... maakt me niet uit. Ja, FUT Events. Ze hebben toen niet alleen de team events en community events gekozen. In dit geval bijvoorbeeld Team Haaland versus Team Joao Felix. Dan kies je waarschijnlijk voor een team. De hele community kiest voor een bepaald team. En waarschijnlijk dan denk ik de winnaar van die twee krijgt een bepaald iets daarvoor terug. Een bepaald x packs of een bepaald aantal coins of een bepaald aantal spelers. Of natuurlijk van die stomme tyfo's en badges, wat ook wel heel goed kan. En daarnaast zijn er community events. Ik denk dat het dan zeg maar geldt voor de community waar je voor kiest. Ik denk niet dat het voor de hele FUT community is, maar dat je dan zeg maar voor Team Haaland of Team Joao Felix kiest in dit geval. En dan zeg maar in die community event komt en dan bepaalde dingen kan vrijspelen en halen ook op deze manier. Ik denk dat dat van elkaar los staat. Voor de rest zien we gewoon wel dat season progress, dus de seasons gewoon terugkomen. Milestones komen ook gewoon terug en foundations. Dus dat blijft allemaal gewoon hetzelfde. Hopelijk gaat EA daar nog net een beetje meer creatief in zijn dan vorig jaar.
Dat zou gewoon leuk zijn. Dit vind ik wel heel vet uitzien, dit scherm wat je hier ziet. Je kan er een soort van je hele team kiezen van spelers die je in je club hebt. En daarmee dan in de live fut friendlies gaan. Ja, live fut friendlies. Je kan hier ook dingen bereiken, geloof ik. Missies halen en zo. Objectives halen, wat eigenlijk ook ieder jaar al zo is. Daarnaast geloof ik dat het nieuw is. Oh, het is sowieso nieuw, maar ik geloof dat het zo zit dat je nu 10 wedstrijden squad battles moet spelen. En op basis daarvan je skill rating wordt gemaakt. En dat je op basis daarvan een bepaalde divisie in Division Rivals komt. Ook dat is dus nieuw. En op zich, ja, weet je, dit hadden ze niet per se hoeven te doen. Je moet nu per se 10 squad battle potjes spelen. Iedereen zal dan squad battle potjes gaan spelen ook. Maar ja, ik had nooit heel veel moeite met die eerste 5 rival potten. En dat was op zich wel leuk dat je gewoon random gelinkt werd tegen mensen. Iets wat heel goed is en fijn is, is dat fitness is weg. De staff coaches, training items, alles van dat soort dingen is weggehaald. De injury items zijn er nog wel, maar die zijn geüpdate. Als je dat nu in beeld kan zien, dat is iets heel erg goeds. En dat betekent dus ook dat packs wel veranderd gaan worden. Want je kan nu niet meer staff coaches en training items krijgen in je packs. En dat is wel een dingetje. Staff coaches, zouden dat ook managers zijn? Ik denk het niet, nee. Maar goed, dat is een vooruitgang. Dat betekent dus dat we waarschijnlijk andere soort packs gaan krijgen. Aangezien je geen fitness items, et cetera meer krijgt. Dus dan krijg je waarschijnlijk gewoon meer spelers. Iets wat jij al vaker heeft gezegd ondertussen is dat ze heel erg graag willen werken aan het lekker en soepel lopen van de games. Dus er zijn de celebrations korter, er zijn minder replays en er zijn snellere restarts wanneer de bal uitgaat, et cetera. Ook dat natuurlijk iets goeds. Het menu is dus heel anders, dat zei ik net ook al. En hier zie je hoe het zeg maar eruit ziet. Dus het is echt veranderd. Alleen op deze op dit filmpje lijkt het heel langzaam, maar dit is natuurlijk gewoon, denk ik, ik hoop het, in slow motion afgespeeld. Dat laatste stuk van de video in ieder geval. En je ziet hier een aantal ratings. Dit zijn ratings van FIFA 19. Ik ga er niet vanuit dat dit dezelfde ratings zijn als FIFA 20. FIFA 21. FIFA, je snapt wat ik bedoel. En ook kan je gewoon op de web spelen. Daar wordt ook al van gezegd. Dus ja, dat is fijn. Dat is handig en makkelijk. Daarnaast zit Van Basten weer gewoon een FIFA 21. Dat is een interessant nieuwtje. En daarnaast is Cruyff nog altijd 94. Dat is ook jammer. Maar goed. Dat is wel fijn om te weten. FUT Champions heeft niet meer een top 100, maar een top 200. Squad Battles ook. Dit is ook een heel goed nieuwtje. Want er kwam heel vaak voor dat als je 29-1 had, dat je dan net buiten de top 100 viel. Terwijl het eigenlijk gewoon echt nergens op sloeg. Division Rivals heeft nu net zoals Squad Battles een cap van aantal wedstrijden die je kan spelen. 30 wedstrijden per week kan je spelen. Daarna kan je nog wel meer wedstrijden spelen, maar krijg je geen rival punten. Wel FUT Champions punten en skill points. Dus ook dat voor echte Daniels onder ons niet heel fijn, maar voor de rest van de mensen wel. Ja, iets wat mijn hart niet zo snel van gaat kloppen, is dat je nu als je in divisie hoger komt voor de eerste keer, dan krijg je een extra reward. Ja, ze laten hier zien dat als je naar divisie 1 gaat, dat je een 10k krijgt. Maar dit klopt nog niet, want er staat onder rewards based on divisions and values shown are not final. Dus waarschijnlijk krijg je wel meer, anders zou het namelijk wel echt heel triest zijn. En als ik heel eerlijk ben, dit was het. Dit was het. Er zijn niet heel veel echt andere interessante dingen buiten de designs die veranderd zijn en een paar kleine andere wijzigingen. Zoals FUT Division heeft nu 6 ranks in plaats van 5 in iedere divisie. Nou ja, oké. Er komen niet heel veel nieuwe dingen aan Ultimate Team. We gaan gewoon heel veel content zien waarschijnlijk wel op Ultimate Team. Heel veel dingen die we kunnen doen. Heel veel SBC's zoals we dat dit jaar ook echt hebben gezien. Maar ja, dit was het. Ik moet zeggen, Ik had meer verwacht. Ik had echt meer verwacht. Weet je, ik ben nog altijd, zoals ik er al vaak heb gezegd, gewoon het meest hype voor career mode. Heel veel mensen zeggen dat er dit jaar echt veel gaat veranderen. Dat sommige mensen van EA dat letterlijk ook hebben gezegd. En we hebben al een heel goed nieuwtje gehad met die simulaties, zeg maar. Dat je dan nu in die wedstrijden kan gaan. Dat is zo'n enorme verbetering. Voor de rest ben ik wel benieuwd wat ze gaan doen. Die FUT Stadium, ja, oké, leuk. En voor de rest, oké, prima. Weet je, ik heb wel al het nieuws graag willen vertellen. Morgen zijn we terug met een nieuwe transfer video. Ik hoop dat jij dit een leuke video vond. Doe even een belangrijk duimpje omhoog. Abonneer op Twinity en zeg de ballen laat ze niet vallen. Tot de volgende keer. Joejoe.